Wie rondom de rivieren in Altena om zich heen kijkt, heeft het al gezien. Het water staat hoog. En dat kan de komende dagen nog hoger worden. In Woudrichem werd daarom de coupure gesloten om natte voeten te voorkomen. We zijn op het ogenblik de coupure aan het sluiten vanwege de dreigende hoge waterstanden. Dan zou het water zo hoog komen dat de vesting van Woudrichem ingaat. Vandaar dat wij nu balken gaan zetten dat het water niet de vesting in kan. 2011 hebben we hem voor het laatst gesloten vanwege het hoge water. Eens in de 5 jaar sluiten we hem altijd vanwege een oefening. Dat hebben we van de zomer nog gedaan, hebben we alles nog geoefend. Dus we zijn er altijd op voorbereid. Wie met de pont wil, moet tijdelijk rekening houden met wat obstakels. De gemeente die heeft al opdracht gegeven om een steiger te bouwen vanaf de balken zo richting de pont. Dus de mensen kunnen zo over de steiger zo naar de pont toe. Dan moet het al heel extreem worden, net zoals in 1995, dat de pont niet meer kan varen. Maar dit verwachten we nu niet. We verwachten nu veel lagere waterstanden.